dankjewel voor de goede bak. Die hield me recht. Doe ik nog even wat kleine dingetjes even. Even kijken, waar moet dat ding even dood worden? Nou ja, je mag hem eerst bijvullen en inklappen. Ja, ga ik een beetje maken van ons uit. Niet te hard. Nee, ik probeer Shido. Oké, Rut, fijne avond, dank zou ik zeggen. Slaap lekker met de vrouw en graag tot de volgende keer. Ja, tot de volgende. Even de losse stukjes die nog lagen even ophalen. Ja. Ah, hallo. Waarom krijg ik nou niet meer van mijn pak? Oh, dit gebeurt was niet. Ja, er zijn twee torens, hè? Ja, drie zelfs. Ja, eentje is voor Liquid, maar Liquid hebben we niet. En dat is nog nu. Is niet door. Dan heb ik hem nog even een keer heen en weer gehad. Dan is die klaar. Dan zet ik deze vast weg. En dan kon je even die ronde dingetjes even ophalen. Dat doe ik nu. Eens even kijken, was dat wat ik. Oh, die zwarte. Precies, dan wordt een dubbele paal afhalen hadden voor die kant. Ja, we hebben twee. Die is voor ronde. We hebben twee voor vierkanten. Met z'n twee kun je één veld volledig weghalen. In een vrij korte tijd. En eentje voor ronde. Is dit dan? Ah, oké. Okay. Yo. Je hoeft de manier te pakken, hè? Nee, kan niet. Het enige wat je kunt inpakken is gras, ronde grasbalen en ronde heebelen. Tenzij je de koenpack hebt, dan kun je ook een vierkante doen. Juist. Veld 18 was zij, hè? Veld 4 en 5. Ik heb ook een ander. Ik ga alleen maar een kwijt. Helemaal achteraan veld bij veld nummer 5, daar zijn de ronden. Ik wil het zien. Wel ben je 189. 189,8. Ik denk dat je uit de 8 van de serie wel uit de 9. VR hype. Yep. De diertjes om tussen dat jullie de baan afhalen ga ik nog even diertjes even. Je weet dat er eentje voor je wielen ligt, Jansen, shooter. Je weet dat er ook eentje voor jouw wielen ligt. Ja, dat weet ik. Maar mij lag er schuin voor. Jouw lag er recht voor. Oh. Nou, die van jou is nu weg. Het just disappeared. 14. Ook 18, 4, 5, 5. Oh ja, onder andere kant. Kip, 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 kip.
stop. Wat? GIB, kip. Geef die bal. Kom maar halen. Hey. God, dan kan ik er weer een keer overheen. Ik weet niet wie de film afgehaald heeft hier, maar... Dat zo. Ze willen een mooie sling overheen. Nee. Ja. Zo duw ik tegen je aan, ja, als je opeens weer naar links gaat. Ja, dan lag nog wat. Ja, maar ik denk die rijdt terug voor. Godsamme. Hoezo zit in die bak 16.000 liter korn? Hoe krijg je dat voor elkaar? Pak ze dan, als je kan. Hij pakt ze ook niet op. Omdat die bakken vergroot zijn. Rob, als er twee op liggen, moet je... Rob. Ja, dat ging niet helemaal met succes. That's an issue. Yes, and I've got a tissue. Oh nee, ik heb hier een tissue. Oh, hey, eindelijk. Anybody? Help! Need a push. Zijn jullie weer bezig? Thanks! Oh, dat was niet helemaal. Het grote broertje douwt je wel om, hoor. Dank je. Ho, er komt de baal aan, Het zit vol. Ha, hij raakte de vloer niet. Dan moet ik je dumpen. Bij de balen een store hier. Bij de verkoop. Even kijken. Wat levert dat gedoe op? Dat levert op. €5. Kijk, met die. Zo'n trijf bij die. McLean Biogas Plant? Nee. Nee, waar jij zo net ook naar X-Shooter zat te kijken. Alleen dus daar kan het. Op de main farm. Er zit een balenhuis. Oh, daar gewoon op je? De hay store. Hi, store. Ja. Zo, hi! Oh nee, verkeerde. Is geen hi, dit is kapje. Remco, je krijgt nu dus een knopje dat heet een load als je hem uitzet. Ja, weet ik, maar ik heb nog een stukje aan het begin liggen. Nou, moet ik nou echt heen en weer gaan rijden voor 2 fucking banen? Dat denk ik wel. Yep, want Remco wil het goed. Scumbaggery. Hoezo? Er ligt daarachter nog steeds wat zo te zien. Oh nee, dat is wat ik aan het doen. Ja, dat is jouw ding. Tot ziens, Tom, bedankt dat je er was en tot de volgende. Ja, slaap lekker in ieder geval leuk in dat je was. Even kijken, wat? Op de ene of andere manier vult dat ding nog steeds, terwijl er hier niks ligt. Basic, Tom. Basic. Die van jou inderdaad. Remco, die doet... Jij rijdt zeg maar het gras plat en dan doet hij dat gelijk ophalen. Truc de magiek. Wie? Oh, kijk eens, er staat ook 1 stapel balen hier. Dat is mooi. En dit is Scumbaggery. Ah, zo. Woehoe, dat ging me net goed. Hij zit er niet aan vast. Ook kan ze hier al lossen zelfs. Oh. Okay. Of moet ik ze hier niet halen? Jawel. Maar als je nou al unload, zeg ik oké. Okay. Als die unload. En dan nog een keer op I. Moet kunnen. Een load hier. Oké. It just disappeared. Dat was 5000 erbij. Ah, Silent is geland. Hey, Silent. Hallo.
Nou, kom. Ik heb hier nog een setje, of hier nog twee vierkante balen. Rob, het is allemaal gereed. Ja. Ja, ik ga steken aan, ja. En vergeet je ook je ding niet omlaag te doen. Juist gedaan. Ik kwam echt op twee wielen de bocht weer. Echt? Oh, oké. Okay. Hey, en dan brengt ze ook een goede avond. Welkom. Nu beginnen aan de vlucht. Oké. Ik moet nog opstijgen. Waar gaat de vluchtje deze keer van naartoe? Of vandaan? Ga je weer van Corfu terug naar Amsterdam? Ik weet niet zo die was. Het laatste wat ik gezien heb, was die in Corfu. En dat ligt. Ik heb nog een bouw achterin. Als ze ze allemaal zo in kunnen stapelen, dan passen er veel meer in. Corfu, ja, dat is volgens mij... Is dat niet Griekenland, Corfu? Mistel to Salzburg. Ja, ik heb wel zo'n vluchtje geprobeerd naar Corfu, alleen toen crash de flight Cimmerus, dus fuck. Oh, what a surprise. Waar heb jij dat gehoord? Echt waar, als Microsoft er nog aan werkte, dan was het echt een wedstrijdje tussen DTG en Microsoft wie de meeste crashes had. Misschien had DTG nog niet eens wel gehoord ooit. Want FSX is echt kampioen in crashen. Ja? Ja, ik heb het ook zo'n FSX, maar mij is je nog nooit gecrashed. Oh, bij mij heel vaak, maar ja, ik heb ook 20 minuten gespeeld. Toen ik vloog ik met vliegtuigen die ultra gedetailleerd zijn. Hoe kun je zo'n ding tanken? Wat voor ding? Zo'n tractor. Nou, bij de brandstofpom. Ja, daar sta ik nu. Volgens mij is dat met... Met R. Reload. Gebeurt niks, man. Ja, je moet er ook in zitten. Vanaf de buitenkant werkt niet, dat werkt alleen voor schoon. Oh, ik kan niet springen laten, want ik ben vol. Oh. Nou, dankjewel, Tom. Nee, goed hoor, dat het helemaal werkt. Je hoeft er niet vast te houden, gewoon één keer op R drukken en dan vult hij zichzelf na. Ja, zo vol. Ik ben er weer onderweg. Nee. Ja, dus als je misschien ook kan zien, heb je verschillende soorten servers op NP. Ja, 3 is in principe gewoon de standaard, dat is ook meestal het gek in huis daar. 3 is wat rustiger, 4 is meestal no collision, dus dan kan je al overal doorheen rijden. Maar ja. Behalve hekjes en borden en wat dan ook. Ja. 4 is in feite regelloos. Ja. Omdat die staat ook gekenmerkt als free roam en staat ook in de regels tegenwoordig. Server waar free roam in de titel staat. Wordt helemaal niet gekeken naar remming of blocking of wat dan ook. Nee, precies. Ik wil zeggen, onder de categorie, en dan moet ik even kijken, die staat onder overige sims volgens mij, hebben we ook een Eurotruck chat inderdaad. Daar kan je natuurlijk ook altijd voor vragen, altijd met Duk direct. Er is altijd iemand die je daar kan helpen, geloof ik. Discord is lekker bugged. Doe ik mijn Discord, tap iemand erin, zie oh nee, dat is een open chat. Even kijken, Brett Nietatjes, goedenavond, welkom. Wat voor vraag heb je? Nice. Nou, wat ik al zei, er zijn altijd mensen daar die willen helpen, dus maar... Maar je had het altijd nog ontdekt, zie ik. Dus. Dat is de enige chat die ik miste, of een van de twee chat... Nee, een van de drie chats, die staan altijd op mijn buurt. Waar staat dat schoonmaakding ergens? Aan de andere kant van hier, achter mij. Zeg maar aan de andere kant van de schuur. Ja. Welke schuur? Ik zie er 20. Die rode. De open schuur waar ik in sta. Welke rode? Nog een keer, Jansen. Diegene waar ik in sta, waar Rob nu langs rijdt. Ja, wil ik en van jullie. Is... Oh, daar rijdt Rob. Niet waar hij in rijdt, maar de volgende.
tegen de rijt. Nee, dat zegt me wat. Rob die staat nu rechts van mij ergens. Moet ik je even hier, wijzen? Loop maar even naar mij. Loop maar naar mij. Het ging niet helemaal voor het plan. Met de trekker. Nee, jij zou lopen. Op de trekker. Ja. Hey, houd recht. Jansen, je zegt zelf loop. Maakt maar uit. Neem maar mee. Ik zoek een map voor Farming Sim 17, maar de map moet eigenlijk houten pellets, melkpellets en zo, lege pellets. Ik zou bijna denken aan de Green River. Melkpellets? Ik weet niet of dat is... hij dat allemaal doet. Melkpellets en houten pellets niet. Als je hierin gaat, hier heb je de schoonmakers. Hier heb je de kargers. Deze is niet, de houten pellets. Of had de Sunny Bay dat niet? Weet ik niet, we hebben het niet geprobeerd. Oh, oké. Okay. Hout was... Hout hebben we wel gedaan. Ja, hout hebben we wel gedaan, maar dat is alleen wegbrengen. Ben je er al uit? Melkpellets. Melkpellets is alleen maar het wegbrengen, zeg maar, in een tank. Als je zeg maar dat soort dingen zoekt en je wil zeg maar bijvoorbeeld een beetje een Dutch map hebben, dan zou ik zeggen, kijk even naar de Green River. Ja, dat is een heel mooie map inderdaad. Daar heb ik heel lang op gespeeld en het is steeds een van mijn favoriete mappen. En waarom dat die allemaal klist, dat weet ik niet. Als je op de R-toets drukt hier, dan... Remco, dan gaan pak je hem aan. Nou, mijn dingetje zegt wat anders en dat deed het net één til, maar voor de rest... Dat deed ik. Omdat Jansen hem vast heeft, scumbag. Ik deed even naar het voorbeeld om te kijken. Zo, je bent weer los, Rob. Zoek een map even je bij de fabrieken. Armpje inklappen. Ja, inderdaad. Dan zou ik het niet weten wat jij exact zoekt. Thanks. Want we hebben op zich een aantal mappen hebben wij gespeeld. We hebben zeg maar de Green River hebben wij gespeeld. Ja. En Sandy wij hebben een Sandy Bay. En deze. Ja. En ik denk ergens eind maart of heel zo gaan we de misschien wel kijken. Zo. Ik denk dat we dan weer naar iets Duits gaan of zo. Ja, zoiets Duits of Spaans of zo. Of Frans. De hele tijd zullen we dat wel zien inderdaad. De kans dat het iets in die richting gaat worden is wel aanwezig, ja. Ja, maar melk heb je geen pellets van en hout heb je ook geen pellets van. Jawel, hout wel. Hout wel? Ja. Zeg maar wel iets, ja. Okay. Alleen dat wat? Is weer losse mot. Okay. Oh, oké. Okay. Nou, maar dan moet je zelf ook pellets hebben. Standaard is het niet. Nee. Ah, ik weet wel dat de Green River wel een zagerij heeft, maar ik weet niet wat je daarmee kon. Nou, bomen dumpen. Als je één kant van het ding spuit, dan gelijk de andere kant ook of zo. Hij doet alles. Hij doet alles in één keer, dus je hoeft hem maar één keer op te houden, even wachten totdat hij schoon is en is hij klaar. Hij is niet zo slim dat hij zegt van, je hebt die vierkante millimeter nog niet gehad. Dat scheelt alweer. Dat scheelt, want anders moet je hieronder en erin en je moet hem open doen en... Goed, en waar had ik dit ding vandaan gehaald? Shooter, gaat hij echt midden van mijn neus staan? Ah, dat je kunt hem hier neerzetten. Het verbaast me dat je nog niet omver bent gereden. Als je naar links gaat, ja, zeg maar om de schuur heen rijdt, als dat lukt. Naar links? Waar ik sta. Ja, weet ik van waar jij staat. Ik zie me trekken. Van bovenaf nu. Ik sta aan het einde van die weg rechtsaf. Dan rij je naar mij. Oh, en dan rij je hier naartoe. Dat was te snel, Rob. Dan rij je hierheen en dan zet je hem hier tussen. Oh. Dat is iets te ver. Hou je nog. Oh, daar, ja. Dan moet ik hem achteruit in parkeren. Jup. Waar moet die? Is dat? Is waar stuk, moet deze? Is een stuk makkelijker. Die kun je hier doorheen rijden. Oh, dat is ook een lekker vluchtje, Skarl Kalumpur. Ja, ligt ook aan wat buiten de deur, maar... Oh, echt rot, vent. Hij doet het er gewoon voor, hè? Nee, ik moest hem daar neerzetten, kan ik ook niks aan doen. Oh, andere kant op. Het insturen hier is een stuk makkelijker. Ja, ik zie niks, er zit een boom in de weg. Dat is een aardig vlechtje, volgens mij. Je kunt wat uitzoomen met de scroll op de... Ja, dat had ik gedaan.
Ik moest wat inzoomen. Duurstoftien of zo? Ik wil het ook wel voordoen hoor. Nee, maar anders Bradley dan, anders moet je even kijken. Moet je even op de Discord eventueel, misschien dat daar misschien wat mensen wat weten. En anders op Farming Sim Mods even kijken. FS17 Mods heb je, je hebt de andere mods. En, mod hoster, mod hub. Ja, je zit aan een houten paal vast nu. Ja, nee, maar dat is niet meer. Gewoon, hey, doe dat niet! FS17. Nu ben je er tussen. Ja, ik stond er tussen. Nee, ja, je stond er tegenaan. Je had er nooit tussen gekomen. Ja, even, de Rupke Discord. Dat is deze link. De 8RZUE9K. Ja. De andere is van mij, daar zit niet zoveel op. Nou, dan weet ik beter dan ik zelf met die de codes. Dat wist ik niet eens. Ik heb bij jou social gedaan en gekopieerd. Oh, zo vandaag. Nee, maar als je daar zit, dan hebben wij een farming sim room. En dan kun je gewoon joinen en dan kun je vragen stellen. Er zijn vast wel mensen die dat soort dingen wat hoe meer weten dan ik. Zo is het goed. Ja. Zolang je er maar uit kunt halen. Ja. Het is niet zoals bij Eurotruck dat je op T moet drukken en dat je accept en zo. Nou ja, mag wel. Succes. Ja. Die trek wel voor als je mij op de server joint. Trek komt aan de overkant vandaan, ja. Dat je minimaal één keer in de maand actief bent. Anders kan het zijn dat het door de server helaas uitgehaald wordt. Zorg wel dat je minimaal één keer per maand aanwezig bent als je geen vaste rol hebt. En Tom die is ook al klaar zo te zien met veld nummer 17. Voor 18 bedoel ik. Die kan ook zometeen richting. Richting ons weer. Dan hebben we eigenlijk flink wat gedaan. We hebben zeer veel gedaan, ja. Zelf. Ik ga denk ik het laatste ritje voor de dingen doen. Ik heb het geteld. Dan zijn we met deze. Oep. Dat is een hekje. Dan heb ik dat ding net schoongemaakt. Moet kijken hoe die banden er nou weer uitzien. Ja, die banden die gaat, heel snel worden. Hé, heeft iemand deze niet één geklapt? Ah, dat is goed door. Wie is comeback! Die sea tender! Dat was Rob. Ah, ik zei nog tegen hem, je moet hem inklappen. Ja, dat is waar. Oh, dat ding! Is niet goed. Oh, wie heeft deze op deze vreselijke stuurwijzer gezet? Die stond nog zo. Deze heb ik op frontwielsturing gezet. Ja, wat is dat voor belachelijke stand? Daar kun je gewoon normaal ermee rijden, de frontwielsturing. Frontwielsturing is de meest nutteloze manier om te sturen met een ding. Ik heb die ook altijd op all-wheel drive. Maar goed, je kan switchen natuurlijk. Oh nee, wacht even. Oh nee, hij zit op all-wheel drive. All-wheel is ideaal bij deze. Nou ja, bedankt. Hij gaat in ieder geval in het lopen. Ah, yay! Alleen weet ik niet wat Ton. Ik weet niet waar Ton heen gaat op dit moment, maar. Hij gaat naar het noorden. Ik kan in ieder geval wat balen. Ik ga lekker de lucht in. Ik heb hem. Yay! Ik sta. Jij ook, Remco. Ik sta op het dek. Ja, kom eraan. Jump niet. Waarom jumpt hij niet? Als je te dicht erop staat, niet. Ja, even rechts zetten, anders val ik eraf. Zo nauwkeurig is het niet. Ik denk dat ik precies goed uitkom. Hey. Of net. Oh, ik kom net goed uit. Dus ik kan met baal. Net die ene blij, die pakt hij niet. Kom terug. Goed zo, kom maar. Huppakee. Hij moest nog naar voren, hè? Die halen. Ja, dus en hebben we ondertussen nou weer aardig wat? 508.000. Zullen we nog een pallet voorkleggen hier? Nou ja. Hij is toch niet verkeerd gedaan, ondanks
is er heel veel bomen bij. Er is er eentje die daar ligt. Goed gedaan. Is dat wel de pallet fork? Nee. Er zit een pallet fork, die andere daarnaast is de pallet fork. Nee, daar ligt geen pallet fork. Als er nog mensen zijn die iets willen doen, dan kan er iets wel even de dier op de schoon worden. Eventueel, mocht het interesse zijn. Hoezo niet? Dit is een pallet fork. Deze. Vork, het is ook in volklichte. Nee. Wat ben je aan het doen? Ik probeer hem op te tillen. Klonk. Jawel, inderdaad. Jawel. Ik pak even de pallet fork wel. Nee. Nee. Dat ging niet als gepland. Dan iets te verder uit de bocht door. Ex-shooter, ga aan de kant. Oh. Ik kom zo wel eens even kijken wat er allemaal gebeurt. Nee, dat is de verkeerde. Als ik misschien binnenkom. Haha. Het feest wordt zelfs voor mijn neus gedaan, dat vind ik leuk. Waar staat het andere ding nou weer dan hier? Ik wil uitproberen of dat ik deze op kan pakken. Oh, echt waar. Is weer zover. Ik bedoel eens even afspuiten. En dan is het ook weer. Hij is wat zwaar. Tuurlijk! I'm floating! Oké, hier wil ik een screenshot van hebben. Oh my god. Kun je ook screenshots maken zonder al die venstertjes en zo erbij? Die ja, moet je even Alt-H drukken. Alt en een H indrukken. Dan heb ik hem nu met en zonder. Ik nu even deze zooi af en windkracht lekker rond te doen. Hey Tom. Hallo. Hij wil hem niet echt oppakken. Cool. Volgens mij is dat pakje toch iets zwaarder dan we dachten. Wat probeer je te doen dan? Nou, dat bakje zou je met een pallet fork op moeten kunnen pakken, ja, maar is iets te zwaar. Nee, maar is die wel afgekoppeld? Nee, maar die trailer is zo zwaar niet. Zo, oké, deze boel weg zetten. Ik kan mijn waar. Juist. Oké, die kan ik niet meer kwijt. Is dat vol hier? En dan dump ik hem wel weer ergens anders neer. Ja, tuurlijk. Oh ja, het is alweer dag, ochtend. Hey! Victory! Victory is mine! Oké, nu gaan we ook beginnen. Ja, dat werkt dus niet. Ja, kom, die staat nog alweer eens hier, eentje zeg. You know what?
Ja, dat is ingeprogrammeerd in de server, dat hij tussen 9 en 6 tijd doorloopt. Ja, inderdaad, Jens 8888, zeg maar inderdaad dat hij enorm snel doorgaat. Dat is met behulp van game extensions. Zo, ik heb er in één keer ingekregen. Alleen even rechts zetten. Hoppa. Help, dan kan ik er niet uit. Ja, daarom vind ik het dus niet zo goed. Kijk, ik ben eruit. Ik heb daar meneer. Ik ben voor Renko, je moet je voor je moet je arm nog omhoog doen. Dan ga je voorwielen op de grond. En nu is het de driftmeister. Ja, hier ben ik ook aan het driften, ja. Nee, zeg maar de game extensions. Dan krijg je dit, dan kun je client settings kun je doen. En als jij server settings kun je ook nog instellen, mocht je dat willen. Dan kun je inderdaad de timescale kun je instellen. Zie je ook hier staan. When timescale will use on night 0, deactivate the feature night stats at 21 and set 6. Alles is keer 100. Kun je op 2000 maximaal zetten. Dan gaat hij super snel. Het is een super handige mod. Je kunt zelfs al die vensters uitzetten. Zoals hier, dan krijg je puur alleen dit. Remco, welkom op de farm. Oh, zelfs wat je al verhaal al doet. Ja, dat is de game extension namelijk. Nee, wat heb ik nou weer gedaan? Wat doe jij nou weer? Wat de? Is er niet? Ik heb in één keer een ander beeld. What the? Remco, je ging jezelf omhoog hijsen aan de paal. Ja, ik zit ook in één keer in dat ding in plaats van dat ik dat beeld van buiten heb. Ja, dus zelfs de C-toets is dat. De C-toets, daar ga je naar de... Woehoe. Naar de passenger view, zeg maar. Hoewel ze zeggen, dat is wel mooi gemaakt. Ik heb een controller in mijn hand, ik zit niet eens aan het toetsenbord. Echt? Ik zit nu ook in één keer heel ergens anders in. Ja, dat is... Even banden wisselen. Hey. Even wisselen, hè? Okay. Ik ben de weg kwijt. Ja, lekker. Wel zeggen, hij is wel mooi geanimatiseerd, want de aandrijfassen die draaien ook gewoon dat. Ja, mooi gemaakt. Ja. Dat doen ze bij bijna allemaal. Ja, echt. Ja, die komt ook wel, ja. Dit slaat ook tot zo echt waar. Oh, dit stuurt voor geen meter, echt waar. Hier, moderne ploeg. Ja, maar wat doe je als je geen ploeg hebt? Oh, echt waar. Oh my god, serious. Oh, dankjewel. Rob, ik wil je wel optillen. Ja, dank je. Kan ik het even een beetje hoger bekijken hier zo? Wat, oh. Als je nou even wacht, zet je op het dak neer. Wat, welk dak? Boven je. Sta maar op. Oh jee, Remco pakt het grote speelgoed. Reclame. Moet je eens naar voren lopen. Moeten we even meelopen met dit ding. Yay! Dat gaat best makkelijk met zo'n ding. The sky is the limit. Hey, waarom sta je weer rechtop? Wat ben je aan het doen? Hey Victor! Wat dit? Dat ben ik ook niet, Victor. Hoppa! Oh. Hey! Juist, hè? Hey! Kom op, man, daar! Kom op!
Ik hang net zo lekker. Ik sta hier al zo lang. Blame Remco. Zo. Nou, no, ja, er is altijd genoeg te doen. Ik wil bijhouden, de koeien wil ik bijhouden, maar ik denk dat het lang okay, als iemand mij even rechtsop kan zetten, dan, dan gaan we afsluiten. Ik kan er niet uit, ik zit vast. Ik sta op het dak, sorry. Help. Ja, kom er alweer aan. Hij is goed. Hij is goed, dank je. In ieder geval, Jens, bedankt ook voor de follow. Normaal doen wij dit pas op het einde een beetje, dus... Ja, heel af en toe. Als we op iemand wachten. Heel even af en toe. Wie? Nou ja, we wachten net op jou totdat je klaar was. Oh. Ja. Oh. Okay. Ja. Normaal farmen wij gewoon, hoor, dus... Ja. Zo. Dat was het niet. Nou, dat was het eigenlijk. Ja. Dit was de eerste officiële livestream van dit jaar, in ieder geval vanuit mijn kant. In ieder geval. Nog even aan het inparkeren. Ja, en vanuit mijn kant. Koploper, ja, alleen inderdaad. Jouw dirty mind vindt dat. Ik hoop dat jullie het dan in ieder geval allemaal gezellig vonden, natuurlijk. volgende week zijn we gewoon weer terug met het parlement. Morgen is in ieder geval bij mij, dus bij Rupje, in ieder geval de Mudrunners. Ik weet niet of jij morgen kan streamen, Rob. Kan ook eventueel wel, want er waarom staan hier bombensporen de lucht in? Ja, dat zeg eens. En donderdag hebben we natuurlijk de eerste officiële Eurotruck. Hoe krijg je dat voor elkaar? En vrijdag hebben we de eerste officiële Terrain Simulator vanuit Mike. Ik heb hem ook hier. En ja, dus, je kunt zo op het schakel allemaal weer voor overnemen. En dan ben ik volgende week ook weer. Dus in ieder geval, dat is een beetje de planning voor deze week. Dus ik zou zeggen in ieder geval, bij deze in ieder geval... Bedankt voor het kijken vandaag en ik zie jullie allemaal graag morgen bij Spinning Tires met die stap hier nou ook uit. Stapelen. Zijn we weer aan stapelen? Oh, ga maar stapelen. Ik maak gewoon een foto van jullie. Hartstikke mooi. In ieder geval, super bedankt voor het kijken vandaag, jongens. Je moet via Rob, via Ton op me. We denken dat ik aan het proberen ben weer. Allemaal graag bedankt voor het kijken. More back and so thanks for watching, guys. See you all back tomorrow at the usual time, 7 o'clock UK time, 8 o'clock my time, with Spin Tires, the Mudruns. I will also with you stapelen. And otherwise, on Thursday with your truck, and on Friday with Train Sim. So I hope to see you then, and we're going to see who I'm going to give the host. I think I'm going to give it to Matt. What? No, Matt? No, Matt? Oh. Waarom denkt hij dat hij jou host? Ja, dat is waar. No Matt, no Skrill. Kleine tijd. Pardon, please? No. No, sadly enough, no host someone, so... Skrill is er wel. Ja, in de podcast. Ja, de podcast, ja, dat zie je dan toch niet. In ieder geval, bedankt allemaal, anyway. Tot de volgende. Tot morgen. Tot de volgende keer. Slaap lekker. Tot de volgende keer. Bye bye, folks. Tot ziens. Thank you.